Hallo, ervaar jij dat angst je leven bepaalt of dat jij angst in je leven ervaart die je enorm belemmert in het tot bloei komen, in het aangaan van relaties, in het ontwikkelen op je werk? Dan heb ik goed nieuws voor je, want God wil jou vrijmaken van angst. Hij wil niet dat wij een slaaf van angst zijn, want dat is het in wezen. Als jij angst hebt in je leven, dan ga je dingen niet doen die je eigenlijk zou willen doen en dan word je belemmerd, dan word je geblokkeerd. Angst komt altijd ergens vandaan. Angst op zich is een door God gegeven emotie om ons te beschermen van reëel gevaar. Hè? Om ervoor te zorgen dat je niet dingen gaat doen die jou schade toebrengen. Maar als jij bang bent voor dingen waar je niet bang voor zou moeten zijn, dan gaat die angst zich tegen je keren en dan word je eigenlijk een gevangene van je eigen angst. Nou, God wil dat je vrij bent en de manier om vrij te komen is om samen met Jezus je angst te gaan confronteren. Want iedere keer als jij je angst gehoorzaamt en dus wegvlucht van je angst en dingen niet doet waar je bang voor bent, dan ga je die angst voeden. Want neutrale angst bestaat niet. Iedere keer als jij wegloopt van je angst en gaat vluchten, dan geef je angst voeding. En angst is nooit neutraal en angst groeit of hij wordt overwonnen. Dus iedere keer als jij kiest om met een omweg te manoeuvreren om je angsten heen, dan blijf je continu bevestigen dat die angst waarheid is in jouw leven. Dus dat is voeding geven in jouw leven. Je kunt daarom ook niet angst uit jouw leven wegbannen door er steeds van weg te vluchten, want het blijft jou steeds achterhalen en vroeg of laat gaat het jou tackelen. Dus wil je vrijkomen, dan zul je je angsten moeten confronteren. Nou, ik ben van mening dat angst op zich niet jouw vijand is. En dat is belangrijk om te weten, die angst is niet jouw vijand. Het is belangrijk om erachter te komen, waar komt die angst vandaan? Want angst is slechts een symptoom van een onderliggende pijn. Een onderliggende laag waar jij op gereageerd hebt met de emotie angst. Dus ga niet die angst zelf bevechten, maar ga samen met God afvragen, waar komt die angst vandaan? Waarom ben ik bang voor te spreken in het openbaar? Waarom ben ik bang om me te binden in een relatie? Waarom ben ik bang voor de dood? Waarom ben ik bang voor spinnen? Waarom ben ik bang voor mensen? Waarom? En zo kun je een heleboel dingen benoemen. Wat je angst ook is, het komt ergens vandaan. En het is mijn ervaring in mijn eigen leven, maar ook in het jarenlang pastoraat, dat eigenlijk in 9 van de 10 gevallen, of misschien nog wel veel vaker, angst terug te voeren is op de kinderjaren. Want daar ontstaan patronen waaruit angst kan groeien. En angst heeft bijna altijd te maken met een beschadiging in je basisgevoel van veiligheid, in je basisgevoel van geborgenheid. Nou, en waar ontstaat dat gevoel van veiligheid en geborgenheid? Dat ontstaat in je kinderjaren, in de prilste jaren van jouw bestaan, zelfs al in de baarmoeder, kan daar een beschadiging ontstaan van je basisgevoel van veiligheid en geborgenheid. Nou, hoe ontstaat dat? Nou, al bij de conceptie, op het moment dat je in de baarmoeder komt, dan ben je in ontwikkeling als mens en dan ben je al gevoelig voor sferen. Je bent gevoelig voor een sfeer van geliefd zijn, gekoesterd worden, vrede ervaren. Dat is al een sfeer, een klimaat, die wat God bedoelt, dat in de baarmoeder aanwezig is, waaruit jij ontwikkelt. Maar helaas is het natuurlijk vaak niet zo. Dus daar gaat al heel vaak mis. Dat als er ruzie is thuis, er zijn spanningen, er zijn stress, er is onveiligheid, dan voel je dat al in de baarmoeder en word je eigenlijk al geboren met een lading van onveiligheid. Nou, vervolgens wordt dat nog eens een keer bevestigd in het gezin, in je opvoeding. Non-verbaal, je proeft sferen, je proeft angsten, je proeft ruzie. Daar kunnen allerlei dingen gebeuren. Stel dat er een scheiding plaatsvindt, degene van wie je houdt en waar je veilig bij voelt, die verdwijnt ineens uit je leven. En dan kan er een hele diepe schade komen van, ja, wie kan ik dan nog vertrouwen? Als iemand zomaar uit mijn leven kan verdwijnen, die ik vertrouw, waar ik me veilig bij voel. En zo kunnen allerlei dingen in de kinderjaren gebeuren, waardoor jij een basisgevoel van veiligheid mist.
En dan heb ik het nog niet eens over de generatievloek. He, dat, zeg maar, soms zijn al generaties lang, zijn er al angsten. En die worden via de generatie, zeg maar, via de erfenis, kun je al belast zijn bij geboorte, bij een aanleg tot angst. Omdat het gewoon in de familie zit. Nou, dan is het ook belangrijk om daarmee aan de slag te gaan, samen met Jezus. Dus niet met symptoombestrijding, maar ga samen met Jezus je angsten confronteren. Kijk, waar komt het vandaan? En ga vanuit je geloof samen met Jezus, die liefde, Gods genezende liefde uitnodigen in de diepste lagen van je angst. Daar waar diep in je emotie een gevoel van onveiligheid zit. En vanuit het geloof mag je daar nu veiligheid gaan brengen. Want God is de meest veilige plek waar je kunt zijn, in zijn armen, in zijn bescherming, in zijn liefde. Jezus biedt ons zo die goddelijke bescherming aan, die het aardse overstijgt, die hoger is en groter is dan wat de moederliefde en de vaderliefde ooit kan bieden. En het is zo heerlijk om in de armen van Jezus diepe heling te ontvangen, waar je met praten niet bij kunt komen. Maar in die diepe lagen kan God met terugwerkende kracht jou heel diep helen. En ik wil je echt aanmoedigen, ga niet langer vluchten van je angsten. Ga ze niet langer meer voeden. Maar ga samen met God onderzoeken, Heer, wat zijn die lagen, waar komen die angsten vandaan? Wilt u daar heen komen? Wilt u daar inkomen met uw goddelijke liefde? En dan kan er heling plaatsvinden. En soms is het er ook nodig om vergeving te vragen voor de openingen die zijn geweest door angsten zijn binnengekomen. Daar kan ik nu niet heel diep op ingaan, maar ik wil je wat richtlijnen geven en eigenlijk aanmoedigen. Blijf gewoon niet met je angsten zitten, ga ermee aan de slag. En ik wil je er graag bij helpen. Ik zal zo een gebed uitspreken, maar daarnaast wil ik je gewoon aanmoedigen. Ga ermee aan de slag. In mijn praktijk help ik ook mensen in het traject om samen met Jezus naar die diepe lagen te kijken. In een hele reis met Jezus, in één of meer consulten. Maar daarnaast heb ik nu ook net een hele mooie cursus ontwikkeld die specifiek gaat op dit gebied van vrijkomen van angst. In 10 video's, in 10 weken lang. Hè, waarbij ik dagelijks ook een korte meditatie, een bijbeltekst aanhaal en een gebed neem ik jou mee. Op weg naar heling van de bron van waaruit de angsten zijn ontstaan. Dus niet symptoombestrijding, maar ik ga samen met jou zoeken, wat is die diepste laag, waar komt die angsten vandaan, hoe kunnen we daar samen met God, met het woord van God en met gebed en de uitnodiging van de Heilige Geest, daar heling brengen, daar waar die beschadiging zijn ontstaan. Het zij voor de geboorte, het zij in de jonge jeugdjaren, het zij in voorgeslacht, dat daar de helende liefde van God wordt uitgenodigd. En dan vindt er heling plaats op het gebied waar heling moet plaatsvinden, bij de bron waaruit het is ontstaan. Ik wil een gebed met je bidden. Heb je behoefte nog aan persoonlijke begeleiding? En denk je dat ik daarin een persoon voor je kan zijn? Ga dan naar mijn website akkapercoach.nl, wat ook verschijnt onder dit videootje. En wat je ook een link zal ik hier ook onder de beschrijving zetten. Daar staat ook de beschrijving van die cursusvideo. Bekijk gewoon of dit iets voor je is, maar misschien heb je ook allerlei andere wegen, maar in ieder geval, ga aan de slag. Ga niet meer vluchten. Ga niet met symptoombestrijding bezig. Dat kan eventjes helpen, maar als die basis onveiligheid in jouw leven blijft, dan zullen weer andere angsten gaan groeien. En dan blijf je heel je leven met symptoombestrijding bezig. Want angsten komen altijd in clusters. En angst is nooit, komt nooit alleen, want het groeit op een voedingsbodem. En het gaat om dat die voedingsbodem geheeld wordt. Ik wil graag een gebed over je uitspreken. Hemelse Vader, ik wil u danken dat u gekomen bent om ons te bevrijden. Heer, van alle blokkades en belemmeringen in ons leven, want u wil dat we heerlijk vrij zijn. Heer, bevrijd van angsten die ons blokkeren en belemmeren, die ons gevangen houden. Heer, u bent ons gekomen om ons te bevrijden van de slavernij, van angst. Heer, om heerlijk in uw vrijheid te komen. Heer, want de volmaakte liefde die drijft de vrees uit. En ik wil u bidden, Jezus, dat u met uw Heilige Geest komen, wilt u ons moed geven. Om niet langer meer te vluchten voor datgene wat ons gevangen houdt. Maar deze angst recht in de ogen te kijken en daarachter te kijken. Wat nou de onderliggende laag is. Waar we eigenlijk ten diepste van vluchten. Heer, van die eenzaamheid. U weet wat die diepere laag is. En u kunt daar komen met uw helende liefde. Om daar vanuit de basis, Heer, uw goddelijke heling te brengen. En ik zegen je erin. Geliefde broeder, geliefde zus. Zoon, dochter van God, weet je veilig en geborgen in Gods liefde en durf samen met Jezus je angst te gaan confronteren.
loop niet lang meer van weg, wetende dat Jezus jouw angst heeft overwonnen. Dat je niet bang hoeft te zijn voor je angst, maar dat je mag weten dat Jezus die onderliggende laag wil aanraken met zijn helende liefde. En dat je vrij zult zijn. Verlang naar vrijheid en ga voor die vrijheid. En ik zeg je erin met de kracht van God, omdat Jezus jou ook de weg zal wijzen welke weg jij mag gaan in jouw leven. En dat je ook die hulp zult zult gaan zoeken die nodig is op weg naar vrijheid. Maar zorg dat je vrijkomt. Want daarmee eer je de schepper. Je bent daarin jezelf tot zegen en je omgeving. En ik zegen je in het proces van het zoeken en het vinden van je vrijheid. En ik zegen je met moed en geloofsmoed om niet meer te vluchten, maar die vijand van angst tegemoet te treden en te gaan ontdekken dat het een overwonnen vijand is. En ik zeg je erin in de naam van Jezus Christus. Amen. Dankjewel voor het bekijken van deze video. En nogmaals, heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding daarin? Ga even naar mijn website en kijk naar de mogelijkheden die ik daar bied. Het zij 1-op-1 contact, het zij via diverse cursussen die ik daar bied. Dankjewel. God zegen.